De Teresa-kapel in Hoogkerk gaat weer open. Het 80 jaar oude gebouw, dat ontworpen is door de beroemde architect Antonius Theodorus van Elmt, heeft vijf jaar leeggestaan. Totdat Allet van der Hoeve besloot om de kerk te kopen. De kapel wordt een ontmoetingsplek voor Hoogkerk en omgeving en moet zoveel mogelijk haar authentieke stijl behouden. Maar waarom koop je een kerk? Dat is eigenlijk een uit de hand gelopen zoektocht naar een nieuw kantoorpand. We zaten, tot voor kort zaten wij nou ja, een goede 100 meter verderop. Dat pand moesten we uit en uh, toen zijn we op zoek gegaan. En we liepen tegen deze kerk aan uh, die al een uh, viertal jaren toen leeg stond. En um, de kerk binnenlopend waren we eigenlijk gelijk verliefd op het hele interieur. Um, vervolgens ga je kijken wat heb je nodig. Wij zijn van de westerkrant overigens. En uh, we hebben er een, um, ja, een bedrijf van drie mensen. Dus wij hebben gewoon genoeg aan een uh, bijgebouwtje. Ja, en als je dus dan zo'n kerk op het oog hebt, dan heb je een hele grote ruimte over. En zo zijn we verder gaan denken um, over wat we met die kerk konden doen. Van hoe we veel meer voorzieningen in de kerk, maar toch de oorspronkelijke stijl van de kerk behouden. Het hele idee wat wij hebben achter de kerk is dat wij de kerk zelf zoveel mogelijk intact willen houden. Het is ook een gemeentelijk monument. Dat betekent dat wij de voorzieningen graag in een uitbouw willen plaatsen. Juist om de kerk intact te houden. En die uitbouw moet dan aan de rechterkant van de kerk plaatsvinden. En daar komen dan wc's en een keukentje onder andere in en een kantoor. Wat gaat er gebeuren voordat de Therese kapel definitief wordt omgedoopt tot een ontmoetingsplek? Daarvoor zijn er wel een aantal ingrepen bij de kerk nodig... Monumentenzorg die was daar in eerste instantie niet heel blij mee. We mochten alleen een kleine achterdeur maken. We hebben een architect erbij betrokken. Daar hebben we samen plannen meegemaakt, verder ontwikkeld. En die hebben we neergelegd bij de welstand van Groningen. En ze waren eigenlijk wel enthousiast. Hart van Hoogkerk heeft mooie plannen met de kerk. We willen samenbinden, we willen mensen samen laten komen in deze kerk. Uh, we willen culturele activiteiten organiseren, uh, films, theater, muziek, eigenlijk alles wat met cultuur te maken heeft, een hele brede zin. En zo komt het eruit te zien. Architect Eduardo Mantegazzi legt uit waarom er een zijingang komt. Uh, Zijbuig is een um, um, soort buffer die uh, tussen de bestaande kerk en de nieuwe uitbreid, uh, uit, uitbreiding gaat uh, uh, plaatsnemen. Uh, wat is het precies? Het is een soort rode, rode loper waarmee mensen vanaf het buitenkant van de kerk kunnen uh, per step naar binnen komen en uh, alle. Um, een functie die een uitbreiding zou komen, kunnen euh, zien, maar ook op een bepaald moment binnen naar het centrum van de kerk komen en hele binnenzijde kunnen bewonderen.